allemaal en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Het is vandaag donderdag. En het is vandaag donderdag 21 januari en ik ga jullie vandaag meenemen in 2 dagen ziekenhuis. Ik ben namelijk begin januari gebeld door een arts in het ziekenhuis dat werkt met premature kinderen. Premature kinderen zijn kinderen die, ik zet jullie even neer, zijn kinderen die, ik ga jullie hierboven zetten. Premature kinderen zijn kinderen die te vroeg geboren zijn. En daardoor behoorlijk in het ziekenhuis moest blijven. Zo ben ik daar ook een van. Ik ben 26 weken te vroeg geboren. Dat is niet gezond en dat is niet goed. Maar hey, ik ben er goed bovenop gekomen. Dus dat is een beetje het ding vandaag. Ze gaan dus onderzoek doen van joh, wat is er met die kinderen gebeurd. Naarmate de jaren verder vorderden. Zo dus nu 22 jaar later. In mijn geval. En ik doe daar heel erg graag aan mee. Weet je, mijn longcapaciteiten zijn bijvoorbeeld niet heel erg goed. Ik kan best snel moe, best snel buiten adem. Ik kan niet lang mijn adem inhouden. Ik heb weinig longinhoud. Ik kan het ook weinig lang heel kort gebruiken. Maar dat zijn allemaal van die dingetjes die we vandaag gaan uittesten. Ik heb vandaag wat onderzoeken en morgen ook. Vandaag is de langste dag. 4,5 uur. Ik ga gelijk trouwens koffie zetten. Anders dan kom ik in tijdnood. Het is dus 4,5 uur vandaag. En ik moet zeggen, ik heb er wel ontzettend veel zin in. Het is spannend. Ik weet ook niet hoe dat allemaal gaat zijn natuurlijk. Maar ik ben dus geboren in Veldhoven. En vervolgens overgebracht naar het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. En daar ga ik dus vandaag naartoe. Naar het Erasmus. Het zo nu geheten Erasmus ziekenhuis. Daar ga ik dus nu heen om daar wat onderzoeken en wat testjes te gaan doen. Ik heb vandaag, en dan moet ik het even goed zeggen, ik heb een hartfilmpje. Een echo van mijn hart. Zodat we ook kunnen zien hoe het eruit ziet. Ik heb namelijk toen ik te vroeg geboren was, had ik een open hartklep. Die is inmiddels, we weten wel dat die dicht is, maar goed, hoe gaat het nu? Ik heb een inspanningstest en een iets met longinhoud. Waarbij ik dus waarschijnlijk, ik weet denk ik hoe dat gaat, dan moet ik in zo'n pijp blazen. Blazen, tot mijn longinhoud echt eruit is, ook niet meer kan. Tot ik er bijna blauw aanloop. En daarna krijg ik een puffje, waardoor mijn luchtwegen open gaan staan. Dan moet ik het nog een keer doen en dan kijken of er verschil is. Dus dat soort dingen vandaag. Ik weet niet of ik mag filmen in het ziekenhuis. Ik hoop het wel, want ik wil jullie zo goed mogelijk meenemen. En anders probeer ik tussen de onderzoeken door wat te filmen. Maar ik ga niet alleen. Ik krijg versterking vandaag. Chantal die gaat mee. Die blijft hier ook slapen. Ik vind het super lief dat ze meegaat. Ik ben er echt heel dankbaar voor. Dat hoef ik toch niet helemaal alleen. Maar ik moet er om 8 uur al zijn. Dus Chantal en ik hadden allebei avondnieuws gisteren. Dus we moeten allebei vroeg op. Maar ik ga jullie gewoon de komende 2 dagen meenemen in de onderzoeken en alles eromheen. En natuurlijk ook een beetje erbuiten, want Chantal is hier. En ik ga jullie gewoon, als ik jullie niet mee kan nemen, dan ga ik jullie gewoon van alles vertellen. Dus ik heb er in ieder geval ontzettend veel zin in. Ik vind het ergens ook toch wel een beetje spannend. Ik heb makkelijke kleding aan, want ik moet vandaag ook waarschijnlijk de fietstest gaan doen. Daarmee krijg ik hartplakkers op. Zodat ze kunnen kijken wat mijn hart doet als ik me inspan. Dus op mijn fiets. Dus ik heb makkelijke kleding aan. Ik heb een spijkerbroek aan. Ik heb mijn zwarte fans aan. Ik heb dit shirtje aan. Hieronder een topje. Want die zou ik wel uit moeten doen voor de hartecho. En het filmpje. Maar ik heb er stiekem toch wel zin in. Oké, ik ga koffie zetten. Want die is nu klaar. Die staat ready. Dan ga ik mijn jas aan doen. En dan ga ik richting de metro. En ik ga jullie gewoon lekker meenemen vandaag. Nogmaals. Ik weet niet wat ik mag filmen in het ziekenhuis. Of ik überhaupt mag filmen. Ik ga het proberen aan te kaarten. Of ik vraag of ik wat dingetjes mag vastleggen. Hoe het in zijn werking gaat. En wat ik allemaal moet doen. Maar goed, ik kan dat niet garanderen. Dus we gaan het in ieder geval zien. Ik heb natuurlijk ook gezegd dat ik de camera zoveel mogelijk om wil draaien. Zoverre het kan. Ik ga natuurlijk niet de hele dag met een omgedraaide camera zitten. Zodat de hele ziekenhuis kan zien wat ik film. Dus ik zal ook heel veel via de phonescamera filmen deze 2 dagen. Maar goed, ik heb trouwens het beeld aangepast naar een iets hogere resolutie. Dus ik hoop dat het betere kwaliteit is. Het lijkt nu best wel heel gek kwaliteit, maar komt het ook donker is. Maar goed, ik heb er in ieder geval super veel zin in. Nogmaals, koffie staat,
Chantal is wakker. Die heb ik net even een noodkreet gegeven. Want ik heb nog steeds niks gehoord. Dus ik denk, oh shit, die slaapt nog of zo. Maar die is wakker, dus dat is mooi. Ik drink mijn koffie op. Dan ga ik over 5 minuten alweer lopen naar de Albert Heijn. Even daar geld pinnen. Want Chantal gaat met mij mee. Dus ik heb mezelf ook voorgenomen dat zij absoluut, zeker in de tijd dat ze moet wachten, niet haar eigen koffie en dat soort dingen hoort of hoeft te betalen. Dus dat ga ik voor haar doen. Dus even geld voor de pinnen. Dus ja, let's go. Goed. Ik weet niet of jullie me zien, jongens, maar even gauw. Ik krijg een appje van Chantal. Die kan niet mee. Want die is ziek. En die heeft net overlopen gegeven. Het kan misschien wel allemaal waar zijn, maar het is wel de zoveelste keer dat hij iets afzegt. En dan precies dat ik naar een fucking ziekenhuis moet, zegt ze af. Ja, sorry. Maar ik heb er nou wel even flink de pest in. Sorry dat ik het zeg. Maar dat vind ik echt niet leuk. Ik was blij dat ze meekomt. Maar ja, helaas. Niet dus. Oh my god. Ja, jongens, we gaan alleen. Oké, jongens, goed. Ik sta voor het Erasmus MC. Mondkapje nog op. Want ik denk niet dat hij ook af mag in het ziekenhuis natuurlijk. Ik kom net serieus naar de metro uit. Ik ga hier zo even proberen snel illegaal over te steken. Ik heb ander aanhang geregeld. Ash die gaat waarschijnlijk mee. Er is geen oversteek hier zo ergens. Zo. Ik moet oversteken. Oh. Ashley komt zo meteen rond een uurtje op. Ja, wat zal het zijn? Een uur op 12:15 heen. Doen we even een bakje, want Starbucks zit daar op doel. Dus dat is lekker. Lekker op koffie drinken. En dan gaan we daarna naar mij toe. En dan blijft Ash vanavond slapen. Want, nou, de een slaapt als de ander. Maakt ook niet uit. Maar goed, op naar binnen bij het Erasmus. Goed, ik sta binnen. Als het goed is, wat ik volgens de mail las, moet ik voor de grote trappen, voor ik binnenkom, nou, de trappen die zitten hier achter mij, moet ik wachten. Dus, zo gezegd, zo gedaan. Nu wachten tot ik aan de beurt ben, wat ik zeg, ik weet niet wat ik zo meteen kan filmen. Misschien ben ik over 4 uur pas bij jullie terug. Misschien kan ik tussendoor dingen filmen, ik weet het niet. We gaan het in ieder geval meemaken. Maar ik moet zeggen, ik ben hier echt nog nooit geweest. En ik vind het stiekem wel een beetje spannend. Ja, toen ik geboren was, lag ik hier. Maar daarna hier eigenlijk nooit meer geweest. Dus dat is een beetje gek. Maar goed, komt wel helemaal goed. Goed. Goed, ik moet allemaal vragenlijsten invullen nu. Ik heb net zojuist mijn laatste test gehad. Dat ding wat jullie net zagen, moet ik zo nog een keer doen. Dat is een longfunctietest. Dus hoeveel inhoud ik in mijn long heb. Wat ik ermee kan. Ik heb zojuist op die fiets erachter gezeten om de inspanningstest te doen. Ik ben best wel verbaasd over het feit hoe goed ik het heb gedaan. Dus ja, ik ga nu die lijst invullen en ik krijg een lekker broodje gezond, dus even lekker wat eten. Oh. Oké, even ademhalen jongens. Ik heb net nog een keer die luchtwegentest gedaan en daarna nog een puffje gekregen om te kijken wat het doet. En ik ben klaar en Esty staat dus al de hele tijd een uur lang in de kou buiten. Maar goed, ik kom net daar weer uit, morgen nog een ochtend. Maar het is echt goed gegaan. Oh, maar nu wel even een kopje koffie halen, want dat broodje was lekker, dat kopje koffie. Maar een Starbucks kopje koffie kan niet missen bij de Starbucks. En kijk wie er is! Ja, het is ook echt koud. Ja, ik ook. Dus die gaan we zo ook even zoeken. Ik weet niet of dat kan, hè?
Oh, kijk die bekers hier. Oh mijn god. Goed, inmiddels weer thuis van het onderzoek en het ziekenhuis. Ik ben de hele middag alweer thuis. Ik ga jullie straks even vertellen hoe het was. Ik ben nu aan het koken beneden. Spaghetti. Ik ben nog steeds een beetje buiten adem en moe. Maar ja, ik ga jullie zo meteen vertellen hoe het vandaag was. Wat er is gebeurd, wat er is gedaan. En wat er morgen gaat gebeuren, want dat is ook wel spannend. Goed, inmiddels is het avond. Ik heb trouwens nog steeds de oplader van die camera niet gevonden. Dat wordt echt wel een drama. Maar goed, in ieder geval vandaag de onderzoeken. Even gauw. Ik kom vanmorgen binnen. Ik werd 7:50 opgehaald door de arts beneden. We hebben een hartfilmpje gemaakt met zuignappen die nog steeds op mijn arm zitten. Ik kan ze nu niet laten zien, maar ze zitten er nog steeds. Ze zijn zuignappen die vaak moet trekken. Echt super irritant. Dus ik heb nu een soort bloeduitstortingen aan rondjes op mijn arm en overal zitten. Daarna hebben we long- en hart-echo gemaakt. Dat duurde 45 minuten. Duurde wel lang, had ik niet verwacht. Maar is wel goed gegaan. En ja, daarna mocht ik me weer gewoon aankleden. En zijn we even halve ziekenhuis doorgelopen naar de andere longafdeling. Om daar de longcapaciteit test te doen. Dat is dus dat pijpje waar je in moest blazen. Wat jullie 2-3 beelden geleden hebben gezien. Dat blauwe buisje met dat mondstuk. Ik moest dus zeg maar inademen, uitademen, dat vasthouden. En vervolgens werd ook een paar keer mijn adem geblokt. Want ik klap zeg maar een soort schermpje dicht. Dus ik moet inademen. En dan waardoor je zeg maar een soort tegendruk hebt. Dus je kan niet meer in- of uitademen. En dan gaan ze eens kijken van, joh, wat doet de druk? Hoeveel druk heb je, kan je erachter maximaal zetten? Nou, dat heb ik een paar keer gedaan. Iets meer dan dat eigenlijk moest. Want ja, Kim deed het weer eens niet goed. En Kim hield het weer niet te goed vol. Dus nou, volgens dat een tijdje volgehouden en uiteindelijk de inspanningstest, dus op de home trainer. Helemaal aangekoppeld met kabels en plakkers en een of andere saturatiemeter op mijn voorhoofd, omdat dat beter zou meten of zo. Geen idee. Dus helemaal gedoe en helemaal ingezadeld zat ik op die fiets. Mijn longen uit mijn lijf te trappen, letterlijk. Het was zwaar, het was pittig. Ik ben sowieso niet iemand die snel, makkelijk en graag fietst. Ik loop liever dan dat ik fiets. Ik fiets überhaupt nooit. Dus laat staan dat ik nu in één keer een inspanningstest moest doen op mijn home trainer. Dat was wel even tricky. En was ook gewoon echt wel super zwaar. Het was gewoon echt niet leuk. Ik hield het echt heel moeilijk vol. En zaten ook echt van, kom op Kim, een klein stukje, je kan het. Maar het was echt wat ik dacht van, oh, kan jullie niet gewoon stoppen? Ik ben moe, ik kan niet meer. Maar ja, ik heb het wel volgehouden, jongens. Daar ben ik echt super trots op eigenlijk, op mezelf. Ik zei dat ook echt serieus vol trots tegen die arts. Van, joh, ik had echt niet verwacht dat ik dat echt gewoon goed vol had gehouden. En hoe vol heb gemaakt. Normaal geef ik het heel snel op. En verder moest ik wat formulieren invullen. Dat is dus de tijd dat jullie me eventjes tussendoor hebben gezien. En heb ik even een broodje gegeten. Ik heb een broodje van de arts gekregen. En een kopje koffie. Daarvoor moest ik een tweede keer lopen door het ziekenhuis. Het is best echt een mega groot ziekenhuis. Dus dat was wel een beetje een dingetje. En daarna nog een keer de longcapaciteit. Dus nog een keer met het blauwe ding in mijn mond. Het ademen en tegen druk geven en zo. En toen heb ik daarna ook nog een puffje gekregen waardoor mijn luchtwegen open gingen staan. Die heb ik alleen volgens mij te veel gehad en dat moest. Want op een gegeven moment, toen ik weer onderweg naar huis was, begon ik het benauwd te krijgen. Omdat je in één keer gaat ademen naar hoe je normaal weer ademt. Want mijn luchtwegen stonden dus open. En toen door het puffje, toen moest ik nog een keer die test doen. Om te kijken of het beter gaat. Nou, dat ging wel degelijk beter. Alleen was dus daarna het punt dat het ook weer gaat uitwerken. En dat was een beetje een ding. Want ik begon het op een gegeven moment echt wat te voelen vanmiddag. Ik dacht van, oh, ik word heel kortademig en moe. Maar uiteindelijk is dat wel goed gekomen. Nou ja, inmiddels weer thuis. Lekker avond gegeten. En nu het bed in. Ik heb lekker hairspray gekeken. Dat is trouwens afgelopen. Jammer. En ja, morgen rond de 2 in het ziekenhuis de MRI-scan. Ik denk dat ik daar sowieso niks kan filmen. Want alles wat ik daar aan magnetische sieraden spullen mee naar binnen neem, dat hangt waarschijnlijk gelijk aan de MRI vast. Dus laat ik dat maar niet doen. Maar ik ben heel erg benieuwd hoe het morgen gaat lopen. Ik moet mijn sieraden alles afdoen morgen. Dus ik doe ook alleen mijn oorbellen, die hou ik wel aan, die doe ik daar gewoon onderweg uit. En mijn ketting doe ik ook gewoon daar uit. En ja, we gaan het meemaken jongens. Ik heb er wel zin in eigenlijk, maar aan de ene kant ook weer niet, want het is en weer heel vroeg. En ik vind het eigenlijk best wel spannend, die MRI-scan.
Daar ben ik denk ik wel het meest nerveus voor of zo. Maar goed, we gaan het morgen gewoon zien. Het is maar 2 uurtjes, 2,5 uur max. Dus komt helemaal goed. Ik ga nu in ieder geval lekker slapen. En ik neem jullie morgenochtend gewoon weer vrolijk mee. Nou, vrolijk. Waarschijnlijk nog half slapend. Tot morgenochtend. Goedemorgen jongens, het is vroeg. En ik heb heel stiekem helemaal geen zin meer. Ik ben echt nog steeds moe van gisteren, maar goed, maar niet uit. In ieder geval vandaag de MRI-scan. 2 uur lang onder een plaat. Want thuis weet ik veel. Ik heb überhaupt niet meer het idee wat we nou gingen doen. Maar goed, ik moet in ieder geval stil liggen. Dus dat is niet zo erg, want hij zei ook dat heel veel mensen soms wegdommelen. Je moet ze wakker maken. I don't give a fuck als ik ga weg als ik in slaap val, hoor. Het is vroeg. Maar goed, ik moest makkelijk kleding aan, dus dat heb ik ook gedaan. Ik heb een legging aan. Zit echt niet lekker, die legging zit helemaal altijd veel te los. Ik heb gewoon een zwart shirtje met een vest, want het is niet warm. Maar, aangezien ik onder die MRI moest met mijn hart, heb ik zo'n crop top ding aan van de zomer, afgelopen zomer. Zodat ik mijn haar gewoon uit kan doen, want anders lig ik daar weer zo op. Ik bekijk ze in zo'n tunnel, zo lang nou, dus zie ik ook niet zitten. Ik vond 3 kwartier wat lang gisteren, dus. Maar goed, we hebben even een bak koffie. Maar dat is toch wel mooi heet. En we hebben gisteren van die smoothie flesjes gehaald. Zodat we in ieder geval een soort van ontbijtachtig iets hebben. En ik heb even pijnstillingen genomen. Want dat was ook heel erg nodig. Ik heb echt pijn. Ik heb nog steeds pijn in mijn buik. Het gaat weer niet zo lekker. Maar goed, maar niet uit. Het gaat gewoon door helaas. Maar vandaag het laatste onderzoek. Alleen de MRI vandaag. Dus ik ben heel benieuwd hoe snel het gaat. Of ze mijn hart überhaupt snel kunnen vinden. Want hoe snel ze die vinden. Op de goede plek, hoe sneller het onderzoek klaar is. Maar goed, we gaan het meemaken. Het is nu 7:15. We gaan over een kwartiertje weg. En dan zijn we rond 8:00 in het ziekenhuis. Oké, we zitten in de metro. Ik heb een extra broek mee, want echt een goed idee. Als je de legging niet lekker vindt zitten, neem maar een extra broek mee voor straks als je klaar bent. Dat is echt een goed idee, want ik had gewoon lekker om mijn leggingtje, dunste legging, even daar gewoon buiten gelopen en dan doodgevroren en ja, dat. Dus nu onderweg naar het ziekenhuis. Ik heb net smoothie op. Pijnstilling. Koffie. Dus ik overleef denk ik deze ochtend. Station Heemraadlaan. Een aantal af. U kunt hier overstappen op de bus. Oh, we zijn er weer. Er is gewoon een rust liggen. Waar? Die kamer daar. Oh, zo leuk. Dat is een disco. Misschien is dat de MRI-kamer. Heb ik straks een leuke roze lichtje? Ja, dat wil je, hè? Zal wel niet. Denk ik. Dan haal ze speciaal voor jou uit. Wacht. Dan speciaal voor mij uitzetten. Nee. Oh. Was ik bijna dood, ja? Nou, jongens. Ik ga even een zenuwplasje doen, want ik moet weer plassen. En ik denk dat daar ook de buikpijn van komt. Maar goed, maar niet uit. We gaan naar binnen. Even plassen. En dan door naar boven. Oh my god, jongens. Goed, dit fietstest is klaar, de MRI-scan. Het was best heftig. Maar dit is dus de hal. Ik wil het niet heel erg uitmiddag gaan filmen, dat is een beetje raar. Maar hier liepen mijn ouders dus altijd. Kijk. Het is zo gek. Om te bedenken dat mijn ouders hier jarenlang rondliepen. Terwijl ik hier ergens op de bovenste verdieping in de couveuse lag. Heel gek. Misschien moet ik er echt van. Maar ook ergens wel. Etels. Mooi. Hey, etels. Dat is leuk. Daar kunnen we nog maar even kijken. Wij gaan even in ieder geval een rondje doen. En ja. Ja, even bij de kruidvat ook. Knap dat de etels te zien. Dat was het. Ja, dat is een beetje klein hier. Mogen we hier wel naar buiten? Want we gaan niet naar buiten komen. Gewoon aan de buitenkant. Hier kunnen we ook gewoon naar buiten, toch? Ja, want dan kom je gewoon daar uit. Ja, we kunnen gewoon hier uit. We kunnen hier gewoon uit, toch? Ja, we mogen. Oh, jongens. Ik ben heel stiekem wel echt blij dat die MRI voorbij was, man. Oh, frisse lucht, wacht even. Oh. Het was echt niet leuk. Ik heb eerst 3 kwartier stil moeten liggen, muisstil. En inademen, uitademen en dan vasthouden. 3 kwartier lang. Oh, en uiteindelijk die inspanning zet. Maar die was redelijk snel voorbij. Maar hij was gewoon heel zwaar. Waardoor het in één keer heel lang leek te duren of zo. Maar goed.
Het is wat het is, jongens. Het is in ieder geval gebeurd. We lopen in ieder geval uit het Erasmus naar buiten. Naar de voorkant van het Erasmus. En dan laat ik je nog even het platform zien, want dat zit aan de voorkant. Waar ik ben geland met helikopter. Want ik heb een helikoptervlucht gehad toen ik klein was. Vanuit Veldhoven. Hier naartoe. Omdat er verder in Veldhoven geen plek was voor mij. Hé, hey, kunnen we hier wel uit? Ja, je moet met de lift. Maar dan komen we uit bij de... Daarvoor zei je komt uit bij de parkeergarage. Oh. Ik kan hier niet uit. Nou, dan gaan ze toch met de lift naar beneden. Ja, maar dan kom je ook in de parkeergarage uit. Ja, maar dan kunnen we daar toch uiteindelijk gewoon uitlopen, of niet? Of zullen we de parkeergarage gewoon doorlopen? Dat kan ook, want we moeten aan die kant uitkomen. Want hierboven, hiervoor, zit het helikopterplatform. Nou goed, we komen er wel. En daar is het boyman. Je kan hier omhoog. Zie je die deur? Ja. Je kan volgens mij zo omhoog lopen. Gaan we proberen? Ja joh, we zien het wel. Komt wel goed. Ik heb me net een banaan gekocht bij de appie binnen, want ik heb honger. Ik heb nog niks gegeten. Maar wat een ervaring was dit, jongens. Echt serieus. En ze zoeken trouwens nog mensen tussen de, wat zijn ze nou, 18 en 26 jaar of zo. Voor normale onderzoeken. Dus jij kan ook nog meedoen, Ash. Voor wat? Oh, mensen. Goed, voor mensen die het Erasmus ziekenhuis niet kennen. Dit hele gebouw hier is het Erasmus ziekenhuis. En het platform waar je liggen. Dit hier. Daar landde de helikopter op. Dus het enige landingsplatform wat ze hier hebben in het Erasmus. Toen zijn ze hem op het dak plaatsen. Maar daar landde dus de helikopter op vanuit Veldhoven. Dit was dus eigenlijk ook mijn soort van eerste stap in Rotterdam. Dus zijn we daar zo naar binnen gegaan. Huh? Maar dan had je niet kunnen. Ik dacht dat je nog even kon. Wat zei je met dit iemand? Ja, dan loop je onder het platform. Nou goed. Dat is het platform. Ziekenhuis. Hopelijk hoef ik daar voorlopig nooit meer heen. En mijn banaan is op. Oké, okay, goed. We hebben inmiddels een kruidvat gevonden. Even een tasje gescoord en even een nieuwe lip. Balsam, gloss, matte lipstick. En nu onderweg naar de koffie. Want ik heb trek in koffie. Dus dat gaan we doen. We gaan hier oversteken. Oh, we mogen al. Hè? Het staat groen. Maakt niet uit. Oké, okay. Goed jongens, het is een beetje donker. Maar ik ben... Inmiddels heb ik avond gegeten. Ben ik nu onderweg naar mijn oma toe. Ach, hier is licht. Rond de aanbouw. Ik ben onderweg naar mijn oma met een grote doos. Want ik heb natuurlijk het My Muesli pakket nog. En een ander klein cadeautje, namelijk de... Oh, twist, dat ga ik niet eens vertellen, want dat komt binnenkort nog in de video. Dus die ga ik haar geven. Mooi, emotioneel. Een speciaal cadeautje. Goedemorgen jongens, het is de volgende dag. Het is vandaag zaterdag, de dag na alle onderzoeken. Ik ben wakker, het is 9 uur of zo. Ik heb echt lang en diep geslapen. Ja, lang. Ik ben pas om 9:30 in slaap gevallen, dus het valt nog mee. Maar goedemorgen, ik wilde jullie nog eventjes de vlog gewoon normaal eindigen. Dat heb ik dus gisteren niet meer gedaan. Ik ben het vergeten. Ik was moe, ik ben in slaap gevallen. En wat ik zeg, daarna heb ik dus eigenlijk niks meer gefilmd. Dus bij deze, goedemorgen. Dat niet op mijn lippen, dat zal de komende dagen wel zo blijven. Want ik heb namelijk een hele leuke lipstick gekocht. Maar dat is zo'n long-lasting lange lipstick. Dus hij wilde niet af. Maar goed, maakt niet uit. Ik heb mijn onesie vandaag aan. Ik moet vanavond werken, maar dat wordt nog een dingetje. Maar goed, wil je zien hoe dat allemaal afloopt? Check dat even in de volgende vlog. In ieder geval ga ik nu de vlog afsluiten en editen. Ik heb hier allemaal kleding liggen. Dat ga ik even in mijn kast zetten. Zodat ik op mijn gemak even de vlog kan gaan bewerken. En kan gaan uploaden. In ieder geval... Oh, ik ben er 3 dingen tegelijk aan het. In ieder geval wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ik moet zeggen, ik was gisteren echt kapot na al die onderzoeken. Maar het
het is de moeite waard geweest. Ze gaan dus alles eruit halen wat ze eruit kunnen halen aan informatie. En kijken of ze dat kunnen gaan gebruiken voor eventuele komende prematuur kinderen die te vroeg geboren zijn. The question. Het zou wel fijn zijn dat ze misschien eerder op dingen kunnen ingrijpen of zo. Maar goed, verder was het een behoorlijke ervaring. Ik heb ook de arts gisteren nog even een mail gestuurd. Met een groot bedankje, want ik ben er super goed begeleid in het Erasmus. De arts was super lief, de heer J. Steenhorst. Echt een super mooie, lieve arts. Die echt de tijd neemt voor je en echt luistert en echt wil weten hoe het nou met je gaat. En hoe het was om zo vroeg geboren te zijn. Dus dat is wel heel fijn. In ieder geval heel goed begeleid en eigenlijk hele goede dagen, ondanks ik wel een beetje nerveus geweest natuurlijk voor alle onderzoekjes, maar echt wel snel, heel erg snel op mijn gemak gesteld en het ging redelijk snel allemaal heel erg goed. Ik bedank jullie voor het kijken en doe video een duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Pardon voor deze gaap aan het einde van de vlog. Ik ben nog een beetje aan het wakker worden. Het staat voor een kopje koffie denk ik. In ieder geval bedankt jullie voor het kijken en ik zie je heel erg snel bij een nieuwe vlog. Doeg!